Goedemorgen. Ik ben vandaag in het Erasmus MC. Ik geef mijn medewerking aan een nieuwe methode om onderzoek voorafgaand aan de ablatie. En dat gaat door middel van dit aangemeten vest. Het is persoonlijk gemaakt. Hieruit komt informatie die ze kunnen gebruiken alvorens de ablatie, zodat dat allemaal niet tijdens de ablatie meer hoeft. Sinds 2018 zijn we in het Erasmus MC begonnen met een nieuwe techniek om de bron van ritmestoornis te vinden. Deze techniek wordt toegepast in het Erasmus MC door mijn collega's Dr. Silly Trok, Dr. Weigers, Dr. Jap en ikzelf. Bij deze nieuwe techniek, de Cardio Insight genoemd, draagt de patiënt een vest met 252 elektroden. Die elektroden vangen de informatie op van het hart. Deze informatie wordt vervolgens geprojecteerd op een 3D-model wat verkregen is met een CT-scan. Deze nieuwe techniek biedt verschillende voordelen. Om te beginnen is de techniek non-invasief. Dat betekent dat je niet van tevoren met katheters in de lies hoeft te gaan om naar het hart met die katheters te zoeken naar de bron. Een ander voordeel is dat je de bron ook kan vinden met deze nieuwe techniek zonder dat je op het lab bent. De patiënt kan aangesloten worden op de computer, op de afdeling en daar kan alvast de bron worden gevonden. Dat biedt verschillende voordelen. Je weet van tevoren waar je moet zijn en daardoor kan de procedure sneller en efficiënter plaatsvinden. Een ander groot voordeel is dat je niet met één of enkele elektrode kijkt naar het hart, maar je kijkt tegelijkertijd met 252 elektroden naar het hart. Dus ook kortdurende ritmestoornissen kunnen heel snel gevonden worden. Uiteindelijk zal de ablatie nog steeds moeten plaatsvinden via een katheter die in de lies wordt ingebracht en waarmee je naar het hart toe gaat. Tot nu toe hebben we bij 3 patiënten in het Erasmus MC deze techniek toegepast, waarbij we bij alle 3 de patiënten de bron hebben kunnen lokaliseren en waarbij we met de katheter via de lies uiteindelijk de bron hebben kunnen uitschakelen. De laatste patiënt bij wie we deze techniek hebben toegepast had langdurig bestaand boezemfibrilleren. Met deze nieuwe techniek hebben we zowel een bron kunnen vinden aan de rechterkant als aan de linkerkant van het hart en deze hebben we succesvol kunnen wegmaken. Normaal gesproken is het gebruikelijk dat je pas na ongeveer 3 maanden na een ablatie bij boezemfibrilleren kunt zeggen hoe goed de ingreep is geweest. Met de patiënt gaat het goed, over 3 maanden zien we haar terug en zullen we kunnen kijken hoe goed de ablatie uiteindelijk is geweest. En dan hoop ik op een goed resultaat.